Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we jouw problemen oplossen. En deze week gaat het over hoe theezaak Your Daily Teacup haar personeel niet betaalde en daar ook niet eerlijk over was. Willem Hendrik, sta je nou te liegen tegen mij? Nee. En dat valt niet bij iedereen even lekker. Ga je weg? Geen zin meer. En de gedupeerden deze week zijn Lianne, Imke en René. Hey, en jullie zijn boze. Klopt. Goed, dan gaan wij maar eens aan het werk. Hallo, goedemorgen. Hi. Hallo, jullie zijn boos. Yes, ja, ontzettend. Ontzettend boos. Jullie hebben alle drie hetzelfde probleem. Jullie hebben gewerkt in een theewinkel. Hoe heet die theewinkel? Your Daily Teacup. Your Daily Teacup? Sorry. Fout film. Your Daily Teacup. Your Daily Teacup. En jullie werkten onder? Ja, Willem Hendrik, ja. Bos. Hij noemt zichzelf Wim. Ja, klopt. Maar hij heet eigenlijk Willem Hendrik. Ja. En hij wil dat eigenlijk niet weten. Nee, dat mochten wij niet weten. Nee. Dus gaan we het vandaag... aan hem vertellen dat hij zo heet. Dat zijn hier leuk. Ja. Oké, we gaan even naar het probleem. Jullie hebben gewerkt voor Wim. Ja, wat is daar precies gebeurd? Nou, hij heeft meerdere keren gelogen eigenlijk. Blijkt dat hij failliet is. Ja. Dat wij niet wisten. Hij heeft ons salaris eigenlijk meerdere keren niet betaald. Ja. Oké, jullie hebben uiteindelijk gezegd, Wim, betaal ons eens. Wat zegt Wim dan? Hij zegt, het komt eraan, ik heb mijn computer niet bij me, het lukt niet. Of ik heb, wat heeft hij nog meer verteld? Ik wacht nog op geld, ik heb een crowdfunding gestart. Ik wacht op mijn vader. Crowdfunding gestart? Ja. Wanneer hebben jullie daar gewerkt? Wanneer heb jij daar gewerkt? Begin november begon ik. Tot? Tot in januari zijn we allemaal gestopt. Allemaal gestopt, ja. Hè? Hoeveel geld krijgen jullie nog? Ongeveer 500 euro. Jij? Ja, 1200. En jij? Bijna 4000. Bijna 4000 euro. Dat is gewoon fors geld. Wanneer dachten jullie, wacht, hier klopt iets niet? Ja, in januari eigenlijk. Ja. Want toen moesten we dus nog van december betaald krijgen. Ja. En daar hebben we heel vaak om gevraagd. Maar ja, er kwam eigenlijk niet echt een reactie. Nee. Toen zijn we gewoon gestopt. Met z'n allen? Ja, ja, tegelijk. Ja. Ja. En bij jou? Want jij hebt iets meer geld. Je hebt 24 uur per week gewerkt. Ik had... Nou, in november al een klein beetje een soort voorgevoel. Omdat hij toen ook al te laat betaalde en het ook via een tikkie ging, zeg maar. Dat is bij de meeste werkgevers toch niet echt normaal. Nee, dus toen dacht ik van, nou ja, misschien is het eenmalig. Maar ja, in december kwam het natuurlijk niet. Dan is er nog Renzina. Dat is zijn partner in crime, zeg maar. Ja. Hey, maar ze hebben er nog een vestiging in Groningen. Ze hebben samen een VOF, hè? Ja. En we weten inmiddels dus, en dat heeft jullie niet verteld, dat Chefke Wim is failliet. Ja. Maar dan, juridisch gezien, kan zij betalen. Waarom doet zij dat niet? Ja, dat weet ik had op een gegeven moment wel een betalingsregeling met haar. Ja? Ik zou zo'n 50 euro per week betalen. Dat heeft ze ongeveer één keer gedaan, denk ik. Twee keer. Ja. En daarna heb ik haar elke week geappt, maar dan... Er kwam gewoon geen reactie eigenlijk. Nee. Dus even lang verhaal kort. Je hebt in die theewinkel gewerkt. Wim heeft jullie aangenomen. Betaalden jullie niet. Geen reactie. Leugentjes. Geen idee wat er aan de hand was. Nee, nee. Geen communicatie. Geen meerdere keer gevraagd. Gestopt. En nu zijn jullie een half jaar verder nog steeds niks. En er is weer een nieuw team nu. Ja. Maar die staan daar dan of gratis. Of die zitten over 3 maanden in Boos. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Hele vette deel 2. Ja. Part 2. Dat is Engels voor deel 2, inderdaad. Oké, wat willen jullie van ons? Dat het zeg maar stopt. Zeg maar, dat ze niet nog meer teams gaan aannemen en dat het zich de hele tijd gaat herhalen. Ja, zeg maar. Ja. En euro's? Dat zou mooi meegenomen zijn, maar ja, van kale kip kan je niet plukken. Ja, maar de vraag is of... kip kaal is, omdat Renzina dus ook in die VOF zit en dus aansprakelijk is evengoed. Ja. Dus we gaan een beetje druk zetten daar maar op. Dus we gaan voor de euro's. En dat mensen in ieder geval weten dat als je daar gaat werken, dat ze of jullie salaris krijgen of geen salaris krijgen. Ja, dat is. Ja. We gaan eerst even, er is dus een tape. Ja. Stukjes van luisteren en er is nog meer informatie die jij ook moet weten. Daar gaan we. Dat is toch zo? Zeg ik wat geks? Ik moest denken aan tape. Tape. Theewinkel. Geef maar aan mij. Frederik, kan jij vandaag het geluid doen? Ja, er is dus een tape van afgelopen 26 januari... waarop de drie vrouwen die je net zag tegenover Wim zitten... na maanden wachten op hun geld. En daar worden een paar belangrijke dingen gezegd. Allereerst, Wim zegt dat hij niet failliet wil gaan.
Maar sorry, maar dan kun je toch net zo'n faillissement gaan aanvragen. Als er nul thee is en er komen geen klanten, dan is het toch nul. Nul is nul. Ja, maar lieve, als je een faillissement aanvraagt, krijg je zeg maar dit huurcontract van 3 jaar. Je krijgt een Groninger een huurcontract van 4 jaar aan de broek. Dan krijg je 100.000 euro. Dat zit niet in het bedrijf. Dus dan weet je zeker dat je niks meer krijgt. Ja, Wim zegt dus op dat moment niet failliet te zijn en ook niet failliet te willen gaan. En dat herhaalt hij later nog in dat gesprek. Straks daarover meer. Daarnaast zegt Wim wel ook nog dat het geld er echt aankomt. Je kiest ervoor om door te gaan en je betaalt ons. Of niet, zeg maar. Het kan, je kunt niet zeg maar ertussenin blijven hangen. Wij gaan door, maar dat geld is onderweg. En verder geeft Rens Sina ook nog even duidelijk aan bij wie de medewerkers moeten aankloppen voor hun salarisproblemen. Hallo, je bent hier mijn teamlid. Je moet bij Wim zijn. Juist, na dit gesprek is er toch nog een betalingsregeling getroffen via Rens Sina alleen. En werd door Wim en Rens Sina vaak deels of helemaal niet betaald. Goed, genoeg vragen dus over wat er nou precies achter de schermen gebeurt bij theewinkel Your Daily Tea Cup. De winkel wordt in 2020 opgericht en nog altijd gerund door Wim en Rens Sina, die samen eigenaar zijn in een vennootschap onder firma. En dat houdt in dit geval in dat zij beide aansprakelijk zijn voor eventuele schulden aan, in dit geval, werknemers. Waar Wim op 26 januari nog tegen een faillissement zei te zijn, kunnen wij zien dat hij 10 januari al failliet was verklaard. En dat heeft hij toen niet aan de 3 vrouwen gemeld. En naast achterstallige loon komen wij ook in contact met schuldeisers die nog geld krijgen van Wim en Rens Sina. En dat terwijl de winkels in Leeuwarden en Groningen op het moment van draaien nog steeds open zijn. En dat is een beetje gek. Nou, aangezien het personeel geen antwoorden krijgt, dachten wij, dan moeten wij die antwoorden maar gaan halen. Ja, je hoorde het Rens Sina net al zeggen. We moeten dus bij Wim zijn. En dus beginnen we vandaag bij de theewinkel in Leeuwarden. En dat is de winkel waar Wim dus de chef is, of was. Het is in ieder geval waar Drietal heeft gewerkt. Even voor we naar binnen gaan straks. Ja. In de stad hier zit de theewinkel. Wat voor man is Wim? Ja, vriendelijk. Hij is wel heel erg open, zeg maar. En een beetje vaag. Dus je denkt, waarom vertel je mij dit? Dit zou je niet moeten vertellen als baas. Wat vertelde je dan? Ja, dingen over zijn privéleven. Ja. Over wat voor dingen hij heeft gedaan in de winkel met zijn vriendinnen. Ja. Had hij gewiept op de toonbank of zo? Ja, achter. Hij had speciaal een zeg maar, luchtbed gekocht, omdat het niet meer goed ging. Nee, je lult. Ja, maar ik weet niet of ik dit moet vertellen. Ja, dat heb je nu al gedaan. Ja. En op de balie ook, toch? Ja, het deed dan de deur op slot. Ja. Ja. Dat was niet het antwoord dat ik op de vraag had gemaakt. Ik dacht gewoon, wordt het matte? Gaat hij schreeuwen? Gaat hij bullshitten? Oké, dat weet je niet. Maar je weet in ieder geval waar hij genaaid heeft in de winkel. Ja. Ik ga vragen of ik het mag zien. Ja. Mag ik je wiepkussen zien? Wauw. Oké, okay. Ja, geef dan. Ja, kan gebeuren. Kan gebeuren. Als jullie nog meer juice hebben, dan, ja, hij heeft alles aan gedaan behalve werken. Moet ik anders eerst even langslopen? Of jullie? Met of zonder boel. Maar hij kan nergens heen. Nee. Ja, dat is waar. Er is geen achteruitgang. Nou, worden we dan niet straks gevorderd om er weer uit te gaan en dan... Ja, dat kan wel. Ja, hij kan wel beveiligen. Hij heeft wel zo'n knopje voor beveiliging, zeg maar. Oh, die heb ik ook. Ja, nou, perfect. Dat hij tegen de overvaller zegt, je krijgt de buit nog. Ja. kunnen we onze regeling treffen? Kunnen we regeling treffen. Ja. 50 euro per week. Waar is het? Hier, bij die oranje pand. Oh, hier rechts? Ja. Oké, okay, we zijn er. Theebelevingsstore staat erop. Oké, okay, nou, zullen we maar doen? Kom. Het is een enorme winkel. Dat ziet ook niemand. Kom. Ja, sowieso achter. Oh, ah, Wim. Hallo. Hi. Willem Hendrik. Hallo. Hi, hallo. Hoi. Tim van programma Boos. Hoi. Ik heb nog 3 mensen die salaris van je krijgen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Wat gaan we nou doen? Nou, daar zijn ze mee bezig in Groningen. Als het goed is, hebben ze ook gewoon contact gehad met de advocaat. Klopt. Om 75 euro die week af te ronden, nooit ontvangen. Oké. Okay. Ja. 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 Benarde situatie. Het gaat om duizenden euro's nog. Ja, helemaal klopt. We hebben gezien dat jij failliet bent. Ja. Ja, maar de VOF natuurlijk niet. Die waren ontbonden. Die worden nog ontbonden. Oké, okay, maar Rens Sina is nu nog verantwoordelijk dan? Ja, dat is ook de enige die nog überhaupt wat mag doen. Ja. Vanaf dat ik zeg maar in januari failliet ben gegaan, mag ik ook niks meer
doen voor de VOF. Geen betaling meer, geen handelingen, niks. Nee. Mijn vraag is een beetje, er werkt hier wel personeel weer. Ja. Krijgen die wel betaald? Die hebben gewoon betaald gekregen. En waarom zij wel en zij niet? Omdat er achterstanden zijn geweest die zeg maar te groot zijn geworden om dus in één keer in te lossen. Wat betekent dat? Dat er weer winst gemaakt wordt? Nou, hier wordt weer omzet gedraaid en de winkel in Groningen die gaat dicht. Dus die gaat weg en dan gaan we hier verder. Oké, dan gaan jullie hier verder. Alleen ik kom dus ook in loondienst. Jij komt ook in loondienst. Als? Nou ja, omdat ik dus niet meer iets mag doen voor het bedrijf. Nee, maar als wat? Gewoon als medewerker. Gewoon als medewerker. Ja. Oké. Okay. Hey, waarom heb je niet gecommuniceerd naar hen waarom en hoe het misging? Waarom heb je dat niet gedaan toenertijd? Dat had beter gemoeten, dat klopt. Ja, maar dat is alleen, mijn vraag niet. Nee, maar het probleem is eigenlijk tussen mij en Resine dat daar heel veel dingen fout zijn gegaan qua communicatie. We dachten van elkaar dat we het gingen doen, maar er gebeurde niks. Nee. Dat was eigenlijk het verhaal. Is dat ook wat hij eerder tegen jullie heeft verteld? Ja, en we hebben meerdere keren na dat gesprek, heeft hij dus verteld, we gaan het verbeteren. Meerdere keren via de app heb ik gezegd, hallo, is er betering in de communicatie? Nog steeds niks ontvangen, geen berichtjes, geen e-mails, niks. Vanaf januari mag ik ook niks meer doen en dat is het ook. En dat had ik ook wel kunnen mededelen, natuurlijk. Maar communiceren toch wel? Ja. Dan mogen jullie toch dat wel is ook doen? Zo. Dat is ook zo. Dat heb je maanden niet gedaan. Nee, dat is ook zo. Maar de vraag is, waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Dat is dom geweest. Ja, dat had ik moeten doen. Ja. Maar je weet niet waarom dat... Schaamde je er? Of dacht je, kom maar goed, of ik belazen ze? We waren hartstikke... In principe hartstikke met het faillissement hartstikke druk bezig. En ja, daar ging mijn focus naar uit natuurlijk. Ja, en de rest... Je mag hier, kom maar even een beetje hier staan. Even jullie alle drie. Nou, op 10 januari ben jij failliet gegaan. Ja. Op 26 januari waren we hier. We hebben daar drie kwartier in jouw hokje gezeten. Ja. Dus... Dan had je dat op dat moment ook wel kunnen meedelen. Of Resina, als alles via Resina gaat, dan had zij dat ook kunnen zeggen, ja, toch? Ja, had gemoeten. Even een reminder. Resina zei dus... Hallo, je bent niet mijn teamlid. Je moet bij Wim zijn. Terwijl zij tijdens dat gesprek ook wist dat Wim failliet was. En zij het drietal dus moest gaan betalen. Kunnen we dat niet nu even doen? Dus dat je Resina even belt? Ja, wil je haar even bellen? Ja, dat is goed. Heel graag. Ondertussen een andere vraag. Zij vertelde dat in de winkel dat ze hier werkte en dat daarvoor was ook een team meisjes opgestapt, hè? Ja. Waarom waren die weggegaan? Nou, die werd ook niet betaald toen. Oké, okay. Waarom heb je hen dan aangenomen in een situatie waarvan je wist, ik kan ze niet betalen? Het probleem is eigenlijk, op het moment dat je geen mensen hebt, moet je dicht. Ja. Dat kost ook geld. Ja. Dus het was afweging van, er kwam de winter tijdens een drukkere periode. Ja. Dus de winkel moest open. Dus hadden we mensen nodig, winkel open, omzet, kun je ze ook betalen. Alleen dat liep niet zo helemaal zoals moest. Maar nu heb je extra veel mensen gedupeerd. Ja, die mensen die ik gehoopt had, die zouden komen klanten zijn niet geweest. Hoeveel schulden heb jij? Privé of VOF? Maar VOF is privé. Nou nee, want ik ben privé failliet verklaard. Ja. De VOF nog niet. Als jij namelijk failliet bent, wordt de VOF per direct ontbonden. Maar wat heb je dan zitten bullshitten tegen deze drie mensen? Je deed alsof je onze baas was. Maar nu zeg je dus, vanaf 10 januari, officieel, mocht ik geen handelingen meer doen voor de VOF. Waarom heb je dan ons niet verteld? Jij doet alsof je onze baas bent. Ik had je dat moeten vertellen, dat is ook zo. Ja. Waarom heb je dat niet gedaan? Nogmaals, waarom heb je dat niet gedaan? Ja, dat weet ik niet waarom ik dat toen niet gedaan heb. Ik heb geen idee. Stil is? Werkt toch? Ja. Wat heb jij nou verkeerd gedaan? Heb jij je businessmodel niet goed bekeken? Heb jij geld verkeerd uitgegeven? Wat heb jij verkeerd gedaan? Nee, ik had zelf hier ben gaan privé. Ik heb mijn vorige huurcontract die ik in Groningen had met mijn eigen winkel opgezegd. Ja. En alleen te vroeg. Ja. Ik had een 5-jaar huurcontract. Je hebt dus 2+3. Na 2 jaar mag je hem dus ontbinden. Ja. Maar na een jaar heb ik gezegd van ik stop ermee. Ja. Toen heeft die verhuurder gezegd, nou dan wil ik het ander jaar betaald hebben. Ja. Ik heb gezegd, zoek het maar uit. Want dat was ook midden in coronatijd. Dus ik zeg, bekijk het maar. Nou, dat heeft hij dus voor laten komen. Ja, en daar heb ik dus wel ongelijk gekregen. Ja. Maar je hebt gewoon contractbreuk gepleegd. Ja, maar ik dacht dat in die tijd, in die omstandigheden wel mee zou vallen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. En hoeveel geld moest je dan betalen? Dat was bijna 60.000 euro. Oké, en heb je dat nu betaald? Nou, mijn huis is verkocht. Ja. En daarvan hebben ze het gedaan. Oké, zullen we Resina even bellen? Ja, natuurlijk. Hoi, met Resina. Ik ben...
Dus het wordt uiteindelijk deze theewinkel en zij gaat hier de leiding geven. Ja. En jij wordt hier dan medewerker. Ja, ik ga doen gewoon de dingen die ik nu ook doe, maar dan in loondienst. In loondienst. Maar ik mag niks meer tekenen of regelen of iets. En waarom ben je niet ergens in loondienst nu dan? Ja, waar moet ik heen? Weet je, ik heb geen diploma's. Nou, je had er staan 350. Ja, je bent beter. Dat klopt. Ja. Dus jij dacht toen ook al van. Er staan 350.000 vacatures open, ja, in Nederland. Wat sta je? Jij verdient vandaag niks. Nee, dat klopt. Wat ben je dan? Ja, dat is allemaal in overleg met mijn curator. Hij moet eerst alles afgewerkt hebben, zegt hij. En dan kan ik weg. Je lul dat je barst. Je kan toch gewoon 11 januari gaan werken ergens? Dat spijt me weer. Hij heeft mij eergisteren gemaild dat ik nu mag gaan zoeken. Maar nu ben je ook in loondienst? Nee, nog niet. Pas als die helemaal ontbonden is, mag ik maar niet in loondienst. Maar net zei je dat je in loondienst was. Ja, in loondienst. Maar hoe lang duurt een VOF ontbinden? Nou, dat duurt nog wel even. Ja. Ik ga dat nu googlen. Ga je in die tussentijd toch gewoon een andere baan zoeken? Een VOF ontbinden is gewoon een briefje sturen en dan moet die ander tekenen. Ja. Maar hij heeft eerst al mijn zaken overgenomen binnen de VOF. Maar dan mag jij toch gewoon in loondienst? En dan kan je toch werken en je schulden afbetalen en deze mensen betalen? Wat sta je nou te doen? Van hem mocht ik niks doen, nee. Van hem mocht je niks doen? Nee. Eerst moest dit allemaal afgewikkeld worden. Heb jij een probleem met liegen? Nee. Nee. Maar... Willem Hendrik, sta je nou te liegen tegen mij? Nee. Want dan moeten wij kunnen aantonen dat we mijn loon kunnen opbrengen. Oké, maar wat je zegt slaat nergens op. Ja, sorry dat ik het zo zeg. Je bent gewoon failliet gegaan. De VOF heb je laten ontbinden in januari, zeg je. Van de week zeg je dat... Daar is de curator mee bezig gegaan, ja. Eerst kijken naar een doorstaat, kijken wat de inventarisatie van alles. Ja, maar je hebt tegen hen nog gezegd op die tape doorstart? Ja. Dat was ook altijd de bedoeling geweest. Blijkbaar niet, omdat je zegt net toen je failliet verklaard bent, heb je gezorgd dat je uit die VOF ging. Je bent toch gewoon aan het bullshitten dan? Nee, je moet uit die VOF. Op het moment dat je failliet wordt verklaard, ben je... Maar je zegt tegen hen, doorstart. Ben je uit die VOF. Ja, maar dan kom ik er weer bij in. Ja, oké, maar dus... Oh mijn god. Je zegt, op het moment dat je failliet bent, ben je gelijk uit die VOF. Dat zeg je nu net tegen mij. Ja, dan wordt jouw positie overgenomen door de curator. Ja, dus mag je gewoon in loondienst gaan en werken. Ja, wacht even. Voordat we Wim hier zomaar wat laten zeggen, we hebben zijn curator zelf even gebeld en die vertelde ons... Zodra Wim failliet was, was hij meteen al geen onderdeel van de VOF meer. En ook... Ik heb Wim van meet af aan geadviseerd ergens te gaan werken. En ook aangaande het proberen afspraken te maken met Wim. Het was trekken aan een dood paard en een geval dat je mooie verhalen houden en niets waarmaken. Ja, dan weten jullie nu dus ook dat Wim hier gewoon staat te liegen. Hebben jullie nog van de overheid geld gehad tijdens corona? Waarom niet? Nergens recht op. Voorschot ontvangen. Hebben jullie wel een NOW-regeling gehad? Nou, sorry. Dat weet ik dus niet. Ik weet niet anders dat de VOF niks heeft gekregen, maar... Maar er staat VOF Your Daily Teacup. Dat zijn jullie toch? Ja. Ja, sorry, maar... Nee, ik weet nou niet of ik te maken heb met een leugenaar of iemand die echt geen reet snapt van wat hij doet. Het is één van de twee. En dat is denk ik volgens jou dan het tweede. Nee, ik lieg hier niet over, nee. Nee, oké. Ga je weg? En geen zin meer? En ik denk dat dat geregeld was. Ik heb ook niet niks mee, gewoon. Het is allemaal gewoon... Ja, dat heeft geen zin om... Ja, ik wou dat je meer kon vertellen. Ja, ik hou toch op, man. Weet je, zij zou het oppakken. Ik mag daarin ook niks doen vanuit mijn faillissement. Jij woont nu bij Rensina? Nee, bij mijn ex. Ik heb niks met Rensina. Welke is van het luchtbed? Hoe doe je? Zullen we afronden? Ja, dat is goed. Dan gaan we het met Rensina cheffen. Zullen we die nog even geven dan maar? Ja. Je krijgt nog een oorkonde van ons. Your Daily Cup of geeft die 6 ruggen oorkonde. Dankjewel. Ik ben blij dat jij erom kan lachen. Ja, eigenlijk niet, maar even moet je anders. Sorry zeggen? Ja, voor mij heb ik dat gedaan, maar ja, je weet dat ik het sowieso niet aan gewild, allebei niet. Sorry. Wauw. Okay. Mooi. Nou. Ja. Ja. Ja, gewoon stil van. Hetzelfde verhalen, dus ik snap ook niet dat hij niet ervan leert. Eigenlijk. Hij schuift het alsnog eigenlijk gewoon weg. Bij Rosina. Ja, dus hij had een winkel in Groningen in coronatijd. Ja. Toen dacht hij, ik hou me gewoon niet aan de contractvoorwaarden. Ja. Ja. Toen had hij opeens 60.000 euro schuld.
Hoe is dat een goed idee? Hij dacht, dat kan wel. Oké. Okay. Fijn. Toen is hij dus failliet verklaard. Een stuk schulden betaald. Huis verkocht. VOF ontbonden. Maar hij zei net dat dat eergisteren was. Maar het was eigenlijk januari. En wat ik dus raar vind, is dat hij dus niet in loondienst gaat nu. Ik snap het niet. Nou moeten we Rensina nog te pakken zien te krijgen. Ja. Hoe we dit gaan regelen. Want zij zou dan beloofd hebben dat ze jullie gaat betalen. Maar dat doet ze niet. Nee. Goed, wij praten nog even na. En dan worden we opeens gefacetimed door Rensina. Hi Rensina. Spreek met Tim Hofman. Hi, hallo. Hi, ik sta hier met drie meiden. Wij komen net, kom even erbij. Wij komen net bij Wim vandaan. Ja, ik hoorde net. Ja, en die krijgen dus nog geld van de VOF. En Wim die had een heel verhaal over dat hij failliet is verklaard. In januari uit de VOF is gegaan. En nu in loondienst bij jou gaat, klopt dat? Ja, klopt. Oké, okay, en Groningen gaat dicht? Ja. Oké, okay, en jullie hebben wel nieuw personeel nu? Ja, klopt ook. Wat ga je met hen drie doen? Wanneer kan je hen beginnen met betalen? Nou, ik zie dat daar ook René staat, geloof ik. Ja. Die heeft al het meest van iedereen gekregen. Maar dan nog, ik zou volgens de regeling het hele bedrag al moeten hebben ondertussen. Volgens de regeling zou het hele bedrag er al moeten zijn. Maar kijk, weet je, wij hebben zeg maar meerdere problemen lopen. Oké. Okay. En die ben ik allemaal aan het oplossen. Ja, oké. Okay. En om dit gehele plan, hoe moet ik het zo zeggen? Als het zeg maar, als ik mijn bedrijf moet stoppen, dan krijgt niemand geld. Ja. En ik ben dat dus aan het voorkomen. Ja, dat begrijp ik. Door met iedereen regelingen te treffen. Ik ben allemaal acties aan het opzetten. Ik heb bijvoorbeeld een crowdfundingsplan. Om zeg maar voldoende geld te verkrijgen. Zodat hun allemaal compleet alle geld krijgen. Ja. Maar kunnen we een weekbedrag af gaan spreken met hen? Ja. En wat, wat zou dat weekbedrag dan zijn? Nou ja, vorige keren hadden we besproken 100 euro per maand. Even kijken. Want ik wil zeg maar wel een passende regeling die ik dan kan voldoen. Ja. En dat jullie niet steeds op te appen. Want ik begrijp dat ik ook moet communiceren, dat snap ik. Zou je dat ook willen doen? Als het een negatief bericht is, vind ik dat lastig. Ja. Maar ik ben daar wel mee aan het leren. Okay. Dat ik het zo zeggen. Zullen we dan afspreken, want ik begrijp het wel hoor, Rensina. Maar zullen we dan afspreken dat dat volgens mij een negatief bericht is minder vervelend dan niet weten waar het over gaat. En het is toch al gebeurd. Dus misschien is het goed als jij de maandelijkse betalingen weer gaat voldoen voor deze drie. En communiceren. Ja. Dat lijkt me goed. En moet ik dat dan aan hun communiceren of aan hun advocaat of allebei? Allebei, denk ik. Dus gewoon strak communiceren. Dat is eigenlijk dus nogmaals een begrijpen dat het ingewikkeld is. Maar het is wel fijn als zij zich ook serieus genomen voelen. Want het gaat hier ook, zeker bij, het gaat ook om duizenden euro's voor hele jonge mensen met weinig geld. Ja, nee, ik begrijp het ook. Ik vind het ook heel erg en vervelend dat het niet sneller kan en lukt. Oké, okay. Nou dankjewel. Dank voor je tijd en dan hoop ik dat we elkaar niet meer hoeven te spreken. Nee, persoonlijk natuurlijk. Oké. Tenminste, niet in deze zin. Nee, precies. Oké, okay. Nou goed weekend. Ja, jullie ook. Oké, okay. Doei doei. Doei. Zij communiceert weer helderder dan hij, vind ik. Zij zegt, ik vind dit moeilijk, heb ik niet goed gedaan, ik ga het anders doen, punt. Ja, wel hetzelfde verhaal. Precies hetzelfde. Ja, maar dat kan, hè. Dus het kan gewoon zijn dat het niet... We proberen ook te achterhalen wat er nou gebeurd is. Volgens mij is het begonnen bij Wim en corona. Ja. En daarna niet doen wat je wel moet doen. Dus, het geld komt weer aan. En zo niet, dan hoor je ook waarom, wat, hoe en waar. Dus dat scheelt ook wel. Ja, we houden even een oogje in het cel daarbij. Ja. Hou nog even contact met jullie. Ja. Voor nu, dit is wat we kunnen doen, een schop onder een hol geven. Ja. En dus als je daar werkt nu, weet dus dat dit speelt. Want volgens mij lijkt me niet dat je dat bij een sollicitatie op een briefje erbij krijgt, toch? Dit is aan de hand. Ja, en voor de kijker thuis, boos@bnnvara.nl als je ook boos bent. Ik weet niet of jullie hebben gezien wat er met de abonnees gebeurt, maar we gaan richting de miljoen. Abonneer op ons kanaal, hoor bij ons bij. Op Instagram zie je ook vervolgen van zaken, @boos@bnnvara. Duimpjes omhoog, laat in de reacties achter wat je vond en op je leven hebt. En dan zeggen wij voor nu, Jens, wat zeggen we dan? Tabé. Tot volgende week.
Ja, een paar dagen na ons bezoek aan de winkel krijgen wij deze mail van Rensina. En in die mail vertelt ze dat ze conform afspraak de betalingsregeling weer nieuw leven in gaat blazen. En ja hoor, een week na ons gesprek heeft Rensina, zoals beloofd, geld naar de gedupeerde overgemaakt. En later nog een betaling. Mooi. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Mag de muziek heel even zacht of uit? Ja. Kan dat? Ja. Monteert het makkelijker. En het is gewoon kutplaat.